beschikbaarheid van veilig drinkwater staat onder druk. Drinkwater wordt geproduceerd uit grond- en oppervlaktewater. En deze bronnen raken uitgeput. De voedselindustrie is een van de grootste industrieën die gebruik maakt van dit water. Dus ook in de voedselindustrie is men aan het kijken hoe zij op een duurzame manier gebruik kunnen maken van drinkwater. En misschien komt één zo'n slimme oplossing wel letterlijk uit de lucht vallen. Regenwater. Onze ambitie is om mensen te helpen aan voldoende drinkwater te komen. Er is al meer dan een kwart van de wereldbevolking die daar tekort aan heeft. Wat wij doen, we maken van regenwater drinkwater. Heel simpel. D2D Water Solutions heeft 2 jaar geleden de Drop-to-Drink Unit ontwikkeld en op de markt gebracht. Ja, we hebben het op tegentafel bedacht en volgens mij, dat is echt zo. Gewoon maar, hebben we 2 jaar terug toen dachten we hebben een fantastisch product en dan ga je ermee aan de slag. Dan ga je een beetje kabaal maken in de markt en dan zeggen mensen, ja, ik wil dat ding wel hebben. Ja, en dan begint het spel pas. Dan begint het spel pas. En dan moet je ermee aan de slag. En dan denken, nou, dan hopen dat het goed gaat. En sommige dingen gaan goed, maar niet alles. En dan moet je weer verbeteren en dan stapjes maken. En het is een fantastisch avontuur. Maar je moet wel lef hebben. Je moet niet bang zijn om fouten te maken. En je moet ook mensen hebben die bereid zijn jou te helpen. Die je de kans geven om je innovatie aan te tonen. Onze launching customers, zeg maar, die zijn ongelooflijk belangrijk. Ik denk bij ieder bedrijf, bij iedere innovatie, die heb je dus gewoon ongelooflijk hard nodig. Wat ons bijzonder maakt is dat we dit al 132 jaar doen. Dus het is doorgeven van ambacht, traditie, oude recepturen. En dan naar de toekomst toe werken met nieuwe technieken. En nieuwe kwaliteit, nog beter, nog mooier, nog lekkerder. Johan Bell is hier in eerste instantie gekomen als adviseur van de gemeente om met ons te spreken over de afvoer van water. En vrij snel begon hij over drop to drink. Over de mogelijkheid om niet alleen op hele kleine schaal, hè, dus binnen huishoudens, regenwater om te vormen naar drinkwater. Maar ook om te kijken of dat op een grotere schaal, op een meer industriële schaal zou kunnen. Hij was daar al mee bezig om te bedenken van hoe dat zou kunnen, zag de mogelijkheden technisch, maar zocht nog een proefproject waar hij het zou kunnen uitproberen. En zo zijn we met elkaar in gesprek gegaan en bekeken van op wat voor manier zou Hooghout daaraan zijn medewerking kunnen verlenen. Het resultaat is dat wij nu een van onze standaard jenevers, de premium jonge jenever, een fantastische kwalitatieve drank, die normaal gesproken met leidingwater wordt gemaakt, die zijn oorsprong vindt in de Drentse A. Die hebben we nu op hetzelfde niveau weten te maken, maar van echt regenwater. Nou, dat lijkt me een hele prestatie, vooral als je begrijpt wat er gedaan moet worden om regenwater, want dat klinkt heel schoon, maar om dat echt drinkbaar te maken, dan moet je daar heel veel voor doen. En Johan is daarin geslaagd. De Water Alliance was betrokken bij het FIDA-project. Wij zijn partner binnen het project. FIDA is een Europees project, staat voor Value Added Innovations in the Food Chain. En is opgericht om bedrijven te helpen te innoveren in de voedselketen. En de Water Alliance begeleidt deze ondernemers in het FIDA-project om te zorgen dat de rapportages goed worden gedaan. Nou, mochten ze vragen hebben, dan kunnen ze bij ons terecht. Dus daar ben ik natuurlijk apentrots op en met alle resultaten die we hebben gerealiseerd binnen het FIDA-project. Ja, daar staan we op een geweldig vertrekpunt nu.